Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD of RMR. En vandaag ga ik op pad met deze HV die potnonderje 20 meter hoog is. Wat een mooi ding. Gemaakt door Lars Labré en een paar anderen. En ik weet niet wie, sorry. Ik weet niet voor wel dat hij er geloof ik niet alleen aan heeft gewerkt. En ja, dan moet ik altijd verschuldigd blijven. Wie dan allemaal daaraan mee heeft gedaan. Omdat ik eigenlijk alleen Lars ken. Maar zeker een shout-out aan iedereen. En ik denk ook aan jullie. Voor de mensen die hem ook hebben. Nou, in ieder geval blauw. Dat is allemaal niet zo bijzonder. Oranje. Wat kun je er nou mee? Nou, rijden, hè. Daar komt een melding binnen. Maar nee, er komt toch geen melding binnen. Het was gewoon een testalarm. Stel, je zit in de auto. En je stapt uit. En je komt er niet meer in. Want dat had ik continu. Wat je dan doet, is je... Zorg dat je erin komt, je saved hem. En dan stap je uit en daarna kun je er weer poef inspringen. Dus dat. Ik denk dat mijn collega ook niet kan instappen. Zo te zien. Maar dan maakt het allemaal niks uit als ik maar kan instappen. In en uit kan stappen. Hij is super groot. Maar ik geloof dat hij niet echt ook zo groot is. Wat leuke toevoegingen allemaal. We zetten de tijd in ieder geval even gewoon op. Wat laten we doen? Nacht nog. Op het moment dat je achteruit rijdt. Gaat wat verlichting aan. Omheen. Dat is in het echt ook zo. Ja. Zo heb je ook werkverlichting. Omheen. Wat ik al zei. Blauw, oranje en kaas geloof ik niks. Dus laten we in ieder geval de straat op gaan. Of de straat op gaan. Dat zeg je met LSPD VAR. Laten we even kijken of we meldingen krijgen. Ja, dat is wel een flinke grote melding. Maar dat is namelijk een gebouw. Daar geloof ik, recht boven de AV nu FIP. En dat is toen een keer een vliegtuig ingevlogen en die melding krijg je dan en dan moet je daar alles gaan blussen. Maar daar is een AV niet voor. Hij past alleen niet in de kazerne, dus we laten hem buiten staan. Ja, die kunnen we aannemen. El Burro Boulevard, units respond code 3. Acknowledge. On our way. Roger. Prio 1 naar een ongeval. Ambulance arrived on scene. Nou, ze kunnen niet instappen. Maar niks uit. Of hij kan niet instappen. We gaan in ieder geval prio 1 die kant op. Ja, dat is even wennen zo'n bakbeest. Ik zet hem aan het standje zo. Pas als je echt naast andere voertuigen staat, dan ga je pas zien hoe groot die is. Kijk, zelfs die taco truck jongen, dat is gewoon veel groter. Daarboven zou dus een ongevalbeknelling zijn. In ieder geval ongeval. Daarachter is het gebeurd, zo te zien, met een tractor en aanhanger en nog iets. Oh, hier is de crafter, ambulance, een mooie ding. Kijk nou jongen, kijk nou die twee naast elkaar staan dan. Je
Crafter is eerste TP, want hij heeft groen aan. Heel goed, Crafter. Even kijken, wie heeft met wie een aanrijding gehad? Zo te zien deze wel, ja. Hallo meneer, zit u bekneld? Zit aan jullie bekneld? Oh, jij hebt ook een... Het is een kopstaartje geweest, zo te zien. En dan nog met die aanhanger die ik niet helemaal kan plaatsen. Waarschijnlijk station deertrekker er gewoon vandoor gereden. Hier wordt iemand gereanimeerd. Wij pakken in ieder geval onze shit, onze spullen. En we gaan gewoon die deurtjes eruit halen. Hè. Mensen, niet in paniek raken alsjeblieft. Niet in paniek raken. Stoppen allemaal. Zo. Oké, het is niet echt een succes om de lijkwagen uiteen te halen. Want dan krijg je tot die lijkwagen daadwerkelijk uiteen wordt gehaald. Door middel van een tweede lijkwagen. Die is nu weg. Nee, daar is hij weer. Dus we gaan gewoon, nou deze auto is geknald, waar ik gewoon wel voor de leuk de deur eruit. Oh, ja nee, dit is ook een succes, ja. Oeps. Goed, weet je wat ik hier ga doen? Ik ga retour kazerne, want dit is allemaal... Nou, melding afgerond, iedereen gered, eindgoed al goed. Units, we've got a 5 alarm fire on Palomino Freeway. Respond code 3. Nee. HV Attention all units, we have a civilian in need of assistance on Mirror Park Boulevard. Respond code 3. Een Prio 1 dienstverlening, daar kunnen we alleen, ja. Roger that. Melding olielek kwam binnen bij ons als burger vraagt om hulp. Nou, lijkt me een mooie dienstverlening omschrijving. En het was Prio 1. Ja, je snapt toch dat als een HV op je afkomt dat je niet echt op tijd kunt remmen. En dat je naar rechts moet gaan. Of naar links dan maar ook. In dat geval. Liever naar rechts. En niet in dat... Dan zei ik weer naar rechts en dan gaan ze weer naar rechts terwijl ik bij deze wilde dat ik naar links bleef. Ook al verstaan ze me niet, maar het principe dan. Oh nee toch, we moeten dadelijk ook nog die berg omhoog. En lekker slalommen. Wat een nut heeft deze slagboom toch. Ja, waarom rij je nou op me af, vriend? Waar ben je nou? Nou, hij rent gewoon helemaal weg.
Okay. We can't lose another one. Nou, ik zie wel een beetje wat het probleem is. Een jetski op het droge, dat is niet echt een combinatie waarvan je zegt van ja, dat heeft nou echt succes. Ja, maar goed, als je het dan toch wil doen, dan moeten wij maar weer komen zo te zien. Dus ik zal het oplossen. En hoe los ik het op? Nou, door middel van waarschijnlijk gewoon een takelwagen maar even te vragen voor dat ding. 10-4, copy that. A tow truck en route to a white boat on ja. Mirror Park Boulevard. Target vehicle license plate 4, 6, Edward, oh, zelfs Edward een, King, 5, 7, 2, Mission Road. Paad. Nou, hoe is het gegaan? Hij kwam hier zo omhoog daar zo. Toen ging hij daar omhoog, toen vloog hij zo de lucht in en toen landde hij daar. Ik denk dat dat tot de VOA niet eens hoeft te komen tot ik het gewoon heb opgelost. Oh. Nee, ik wil gewoon dat je instapt en blijft zitten. Je moet gewoon gas geven voordat hij überhaupt de kans krijgt om in te, om uit te stappen. Ja, daar had ik hem. Shit. Ja, dit is alweer het einde van de video. En dan zullen jullie denken van wat een KUT video. En dat snap ik wel. Er is alleen even niks aan te veranderen. Ik werk zelf wel volgens een klein schemaatje. Nou, dat schemaatje heb ik even niet op orde. Veel werken. Veel school ook, veel toetsen deze week bijvoorbeeld. En om nou te zeggen van dan upload ik een andere video in plaats van de HV video, nou, dan dacht ik weer van ja, maar dan wordt weer zo'n gepuzzel. Dus ik besloot gewoon om de twee meldingen die ik in de video had, niet eens hele spannende meldingen, maar te houden en dan korter video ervan te maken. En dan beloof dat ik binnenkort met de HV, anders een 5M, en dan maken we daar eens een leuke video mee. Maar ik dacht in ieder geval, dan hebben jullie wel een video. Wel gewoon volgens het schema. Alleen wat minder lang. En dan kun je boos om zijn. Ik kan er niks meer aan veranderen. Jullie kunnen niks meer aan veranderen. Maar ik geloof helemaal niet dat jullie echt boos zijn. En tot jullie alle begrip hebben. Want moet ik jullie meegeven, ik merk altijd als ik ooit eens mijn excuses voor iets aanbied omdat de video minder lang is of omdat de video wat slechter is, zie ik zoveel begrip van jullie. Dus vind ik tof om te zien. Over twee dagen, ja, over twee dagen een video met de Kamar in roleplay. Met roleplay reality. Dus dat zien jullie over twee dagen. En voor nu, bedankt voor het kijken. En fijne avond, middag. Wat je ook wanneer je ook kijkt. Nacht, misschien wel ochtend. Weet ik het. Doei.